Dames en heren, dinsdag 15 januari. In Gennep was vandaag een stevige rampoefening. En dat was bij ons in de zaal bij Piekemare, dicht genoeg bij de studio, vandaar dat we even gingen kijken wat er geoefend werd. Ja, mevrouw Dinnissen, u bent zowel bij de gemeente Mook als Gennep werkzaam in verband met rampoefeningen. Heb ik dat goed? Dat hebt u inderdaad goed. Ja, ik ben voor allebei de gemeentes werkzaam in de rampenbestrijding. Ja, en u plant af en toe rampoefeningen? Ik plan af en toe rampenoefeningen en vandaag is een dag waarop wij zo'n oefening houden. Ja goed, we hebben buiten niks gezien, maar wat is er misgegaan? Wat er mis is gegaan is dat er een kraan op het Europaplein is gevallen. Ja. En die heeft het politiebureau beschadigd, daar is een brand ontstaan. En er is op het multifunctioneel centrum, de Goede Herder en de huisartsenpraktijk zijn ook beschadigd. En de kraan is ook nog op marktkramen gevallen. Nou, dat is dan een hele stevige oefening, hè? Want er zullen best ook nog een heleboel mensen publiek aanwezig geweest zijn. Ja, en dan treedt het rampenplan in werking. Dan treedt inderdaad het rampenplan in werking, ja. En daarvoor moet af en toe ook geoefend worden. En dit is dan de dag dat we zo'n oefening gepland hebben. Oké, en dan komt u naar Piekemare. Dan komen we naar Piekemare, omdat Piekemare is dus de opvanglocatie. En de slachtoffers die zijn gevallen op het Europaplein, die zijn dus vervoerd naar Piekemare. En hier worden ze opgevangen en worden ze bijgestaan. Oké, en wat moet ik bij die opvang, wat moeten we eronder verstaan? Nou ja, de mensen zijn natuurlijk overstuur. Ze hebben natuurlijk vragen van hoe moet het met mijn kraam? Ik mis mijn vader of moeder. En ja, daar proberen wij dan als gemeente in samenwerking met het Rode Kruis en de PSOR, dat is de geneeskundige hulpdiensten, proberen wij de mensen daarin bij te staan. En de mensen die echt gewond zijn, waar moeten die zogenaamd naartoe? De echte gewonden die gaan gewoon met de ambulance naar het ziekenhuis. Ja, mevrouw Dinnissen, u heeft de oefening net afgesloten, als ik het wel heb. Daar hebben we op zitten wachten. Hoe is het verlopen? Het is heel goed verlopen. Ik moet zeggen, iedereen die leefde zich heel erg in de rol. Voornamelijk ook de figuranten die wij dus via de kranten en via jullie geworven hebben. Ja. En die waren echt marktkoopman en die waren ook echt slachtoffer. Dus ze leefden zich heel goed in hun rol. En de hulpverleners die hebben hun taken goed kunnen vervullen? De hulpverleners hebben hun taken goed kunnen vervullen. En dat wordt nu dus geëvalueerd, wat de punten van aandacht zijn, wat er heel goed is gegaan. En dat gaan we dus nu gewoon per discipline gaan we dat bekijken. Oké, dus er zit nog een na-evaluatie in, maar als ik u zo beluister, dan bent u dik tevreden. Ik ben hier heel erg tevreden, ja. Ik heb echt complimenten voor mijn collega's. Die hebben het voor de eerste keer gedaan en het ging hartstikke goed. Ja, echt complimenten. Nou, fijn dat te horen. En ik zou bijna zeggen, als er nog eens een keer een oefening is, alleen dan hopen we dat er wel wat leuks te filmen is, dan komen we graag nog een keer kijken. Nou, jullie zijn bij deze van harte uitgenodigd.